Wie zijn jullie nou eigenlijk? Waar komt de naam Morose vandaan en hoe zijn jullie begonnen met spelen? Nou, dat zijn een hoop vragen in één. Wij zijn Morose. Wij bestaan uit 4 leden. Ik ben de zangeres van Morose, Dominique. We hebben een toetseniste, Emma, dat is mijn beste vriendin. We hebben een drummer, dat is Eloy. En we hebben nog een basgitarist en dat is Joost. En we komen eigenlijk allemaal uit Limburg. Emma en ik studeren nu psychologie in Utrecht. En Eloy en Joost die studeren nog gewoon hier in Limburg. Dus we vinden het super leuk om hier te spelen. We spelen eigenlijk tot nu toe alleen maar in Limburg. En dat is goed bevallen. Vandaag ook op Pulp. En dat was heel tof. En waar komt de naam vandaan? Ja, de naam Morose betekent melancholie. En we hebben de naam gekozen omdat we muziek heel erg zien als een uitlaatklep. En dat we de schaduwkant van dingen ook heel erg willen belichten. Dat het leven niet alleen maar oppervlakkig is, maar ook de diepere betekenis erachter willen zien. En we raken heel erg ontroerd door bepaalde dingen, zoals de mensen om ons heen en mooie omgevingen en dat soort dingen. En dat willen we ook in onze muziek terug laten komen. En zeker bij jullie nieuwe nummer, want jullie hebben een nieuw nummer. Wat is de naam ook alweer? Het nieuwe nummer heet Heartache Art. En die gaat heel erg over jezelf verliezen in bepaalde dingen. En het is best wel een heftig nummer ook om te zingen. We hebben vandaag voor het eerst gedaan. Het was wel even spannend. Met een nieuw nummer dat het dan best wel wennen is. Maar ja, we vinden het een superleuk nummer en we gaan hem binnenkort opnemen in augustus. Dus daar kijken we ook heel erg naar uit. Oh, en waar gaan jullie die dan opnemen? Dat is bij Plintels. Dat is bij Musselgeleen in de buurt, Sittard. Dus dat is ook weer hier in de buurt. En dat is ook het mooie van Pulp vandaag. Alle bands die hier staan komen ook daadwerkelijk uit de regio Sittard, Geleen en omstreken, zeg maar. Hoe zou je jullie muziek omschrijven in 3 woorden? Dat is een leuke vraag. Ik zou onze muziek in 3 woorden omschrijven als pittig. Omdat we staan er wel echt. En we proberen echt iets over te brengen. Ook wel een beetje mysterieus. Omdat de boodschap misschien niet helemaal... als je het 1 keer luistert, of als je onze muziek 1 keer luistert, dat je dan misschien niet helemaal in 1 keer de boodschap begrijpt. Maar als je hem vaker luistert, dat het dan wel helder wordt. Dus we houden er ook wel van dat er een beetje een verrassing in zit. Ook dat we bijvoorbeeld rap in onze nummers gebruiken. Dat hoor je ook niet vaak, dat een vrouw rapt. En ja, het is denk ik ook wel een beetje gevoelig. Want we leggen ook wel heel erg veel... het gevoel in onze nummers. En dat vinden we belangrijker dan echt de techniek erachter. Tuurlijk, dat speelt ook al mee. Maar we vinden het echt belangrijk dat de mensen die luisteren, dat die de boodschap van onze nummers goed snappen. Oké, dus waar kunnen de fans jullie vinden? De fans kunnen ons vinden via Facebook, maar ook via YouTube. En als je dan gewoon even intikt Morose of Morose Band, dan kunnen jullie ons vinden. Oké, top.